We kunnen hier zo naar binnen. Kijk, nou, hier zijn wel mensen thuis. Maar je kan hier zo een fiets meenemen. Kijk, staat deze fiets op slot? Ik weet het niet. Kijk, die kunnen we zo meenemen. Staat niet op slot, kunnen we zo meenemen. Een duidelijk voorbeeld van hoe makkelijk het dieven en inbreken soms gemaakt wordt. Op 19 plekken in de stad gingen buurtpreventieteams en politie gisteravond op stap om inwoners te vertellen wat er beter kan. Hoe is dat nu met het inbraak in de Molenbuurt op dit moment? Op zich laag, alleen gisteren hebben we een inbraak gehad op de Moutmolenstraat. Dan zijn ze via het dakraam zijn ze naar binnen gekomen en die was overdag. Dus het gebeurt niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Goedenavond, niet schrikken, de wijkagent. Wat mij opvalt is dat u heeft een hele mooie schutting met allemaal punten dat ze eigenlijk niet binnen kunnen komen. Maar u heeft het hek openstaan. Dus ik ben naar binnen geweest, ik had zo de fiets, want die staat niet op slot, ik had je zo mee kunnen nemen. Wat wij voor elkaar proberen te krijgen is dat de wijk gewoon heel schoon, veilig, maar vooral het stukje veilig is voor ons allemaal heel belangrijk. En contact met mensen, dat is ook wat we gewoon heel belangrijk vinden. Tijdens de rondgang door de wijk wijzen de agenten en de buurtpreventieteams de meelopende buurtbewoners op verschillende zaken. Bijvoorbeeld op slecht hang- en sluitwerk van woningen en ontbrekende buitenverlichting. Kapotte straatverlichting wordt doorgegeven aan de gemeente. Het idee is dat een schone en goed verlichte buurt minder vatbaar is voor inbraken. Erg interessant. Leuk om te horen wat er allemaal waarop gelet wordt en hoe de samenwerking is. En ja, het geeft toch een stukje veiligheid. Hier in de Molenbuurt zijn 4 wijkbewoners die meelopen. Wat vindt u van de opkomst? Ja, dat valt me een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had echt veel meer verwacht. Maar goed, nou ja, het zij zo. Hier staat dan niks. Maar stel dat hier fietsen staan, alles is gewoon open. Je kan hier gewoon de fiets pakken en weggaan. Als je daar de deur op slot doet en hier is de deur op slot, kun je al dit verkopen. Het donkere dagenoffensief is er elk jaar. Helpt het? Gaan het aantal woninginbraken, die cijfers, gaan die naar beneden? Voor mijn gevoel wel. In Almere wel. Hoe het landelijk is, dat weet ik niet. Maar ik werk in Almere en ik merk echt wel een verschil met de afgelopen paar jaren.